Ik kijk er naar uit. Ja, ik heb echt zin in. Ik had woensdag even genomen om het een plekje te geven. En dan is het gewoon eigenlijk weer vol focus op zaterdag. En morgen hebben we een hele mooie koers. En ik kijk echt met vertrouwen naar uit. Ik heb er echt zin in. Als je naar buiten kijkt, dan moet dat het plezier niet helemaal te goed doen elke keer. Want het is best wel slecht weer. Wat verwacht je van die omstandigheden? Gaan die invloed hebben? Nou, vanmorgen denk ik dat het voor ons wel redelijk bij ons meevalt. Maar ja, het weer verandert hier met de minuut. Dus dat kan verschillen. Er staat wel windkracht 5. Dus dat is wel veel meer wind dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Zeker gaan we wat regen krijgen. Maar ik verwacht niet dat het zwemmen wordt zoals afgelopen dinsdag. Ja, nu is dit een parcours wat veel op en af gaat. Je zegt net de wind al inderdaad. Kun je hier nog wat als het om die wind gaat? Ja, dat zou kunnen. Ja, wij Nederlandse team is sowieso gebaat bij een zware koers. Dus als er mogelijkheden zijn om het zwaar te maken, zullen die zeker grijpen. Maar in principe is de wind daar niet per se ook nog voor nodig, want het parcours aan zich is zwaar genoeg. Er zitten 2300 hoogtemeters aan klimwerk in. Nou, de meeste fietsers weten wel dat het echt wel flink veel is. Eigenlijk is dat bijna zoveel als vorige Innsbruck. Ja, vorig jaar Innsbruck, daar zat bijvoorbeeld een hele lange klim in. Daar deden jullie meerdere rondes. Nu rijden jullie ook echt een aanloop. Is dat iets waar jij zegt van dat wil ik juist graag op een WK? Of had je liever heel veel van die rondes gehad? Ja, ik denk voor het publiek is het leuker als wat meer rondjes zijn. Voor ons is het ook wel heel mooi. Soms word je ook een beetje gek van al die rondjes rijden. Maar voor de WK's weer kan het soms wel heel gaaf zijn om een ronde te rijden die je vaker rijdt. In dit geval zit in de eerste 50 kilometer echt wel twee hele stevige klimmen. Die zouden nooit in zo'n rondje hebben gezeten. Of niet zo makkelijk in ieder geval. Dus dat betreft zitten nu in dit parcours wel echt voor iedereen wat wil zit er eigenlijk wat in. Ja, wat ook opvalt tot nu toe, ik weet niet of je de wedstrijd zelf een beetje hebt gevolgd, is toch wel een aantal valpartijen. Het lijkt vrij smal te zijn. Zijn dat dingen die nog invloed kunnen hebben? Ja, zeker. Extra focus daarom om morgen van voren te koersen. Dat is heel belangrijk, maar dat wil natuurlijk iedereen. Maar goed, daar zijn wij in Nederland wel lekker gehaaid in. En dat is wel in ons voordeel. Wij kunnen dat wel en wij rijden ook nog eens. Als ze goed gegroepeerd rijden, dan gaat het in ons voordeel zijn. En ook een lastige aankomst volgens mij. Ja, zeker. Dus dat hebben we ook al gezien. Enzo Leijnser, gisteren bij de junior eigenlijk ook al zien. Die zei, ik ben eigenlijk helemaal niet te sprinten. Maar die sprinten uiteindelijk nog voor de derde plek. Dat kan ik ook wel zien. Het was echt een hele zware koers geweest. En dan hoef je dus niet per se een hele snelle sprinter in huis te hebben. Of sprinter te zijn om daar een mooie klassering te sprinten. Het wordt niet een typische sprintaankomst. Volgens mij heb je op dit soort sprintaankomsten in het verleden ook nog wel eens een keer gewonnen. Nou, sowieso ben ik altijd wel gebaat bij een zware koers. Ik ben ook niet echt een sprinter, maar als het een zware koers is geweest, dan kan ik wel steeds meer vertrouwen op mijn sprint. Wat moet er nu eigenlijk echt voor jullie gebeuren morgen als je kijkt naar de wedstrijd zoals die is? Je zegt dat jullie hebben een heel sterk team, gebaat bij waarschijnlijk dat de boel bijvoorbeeld uit elkaar gereden wordt. Maar als er één iemand mee zit in een groepje, hoe kijk je dan? Ja, we gaan gewoon beoordelen van, kan je van die groep winnen? En dan zullen we die groep ook wel beschermen. Maar je moet wel echt heel zeker zijn, zeker met zo'n team, dat je ook van die groep kan winnen. Dus je moet gewoon heel zeker zijn. En dat is ook echt, we hebben één missie en dat is echt de regenboogtrui mee naar huis nemen. En nou ja, uiteindelijk, dat is dus het mooiste wat er is. En voor jou natuurlijk denk ik het mooiste als jij dat zou zijn. Ja, natuurlijk, dat is voor persoonlijk. Maar je weet ook dat je echt voor samen moet werken. Maar je weet ook dat de kansen voor de meiden bij ons in het team echt groter zijn dan bijvoorbeeld voor mij de eenlingen, zoals een Esti Molman, een hele goede klimster bijvoorbeeld, maar zit helemaal alleen als Zuid-Afrika en dan is het eigenlijk heel moeilijk om te winnen, dus het heeft nadelen, maar we gaan zeker onze sterkte in de breedte uitspelen en dat werkt soms hier voordeel, soms hier nadeel. Ja, je noemt Esti Molman, als ik dan kijk naar andere concurrenten, jij zal vast wat namen hebben, wie schiet jou bijvoorbeeld te binnen? Als ik eraan denk ik bijvoorbeeld aan Lissy Denyen. Ja, dat is de nummer 1 die mij voorkomt. Ze thuisrijdt hier, is ook altijd heel goed in staat om te pieken op het juiste moment. En het is een parcours wat ze erg ligt, wat ze heel goed kent. Zij heeft wel iets minder steun, denk ik, van het Engelse team. Die zullen zeker wel ook gaan rijden en verantwoordelijkheid nemen. Maar zij is wel, denk ik, een beetje de enige die klimmen bijvoorbeeld in het begin goed verteren. Maar goed, daarnaast hebben we nog wel heel veel snelle meiden die hier in de tweede linie zitten. Dus zij is voor mij echt wel echt misschien mijn nummer 1 concurrenten. En ik denk, Italië als geheel heeft ook wel echt een heel sterk team en zijn ook altijd heel goed met gegroepeerd en samen rijden. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Bastianelli, heeft dit je ook laten zien, ook zo'n aankomst dat ze heel goed aan kan. En dat ze het ook in Vlaanderen race echt nog heel sterk mee over al die klimmen. Ik denk die twee klimmen in het begin zal ze wat minder vinden, maar verder rest kan zij dit prima aan. Dus dat is echt een geduchte concurrent met ook nog een hele snelle sprint. Hoe ziet jouw laatste voorbereiding er morgen uit? Ja, lekker uitrusten. Dus ik heb niet veel meer gedaan na de tijdrit. Hè. Vandaag lekker het rondje verkend. Ik heb nog wel een keer goed verkend. Trouwens, op woensdag hebben we nog eigenlijk al bijna het hele parcours nog gereden. Het was dus niet echt een rustdag, maar het zit nu goed in mijn hoofd. En nu is het gewoon, het werk zit erop. We gaan lekker eten met z'n allen en morgen op en nummer afspelen en gaan.